Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Laatste van het hoofdstuk. We hebben de jagers gehad, de boeren, de Egyptenaren. En nu gaan we naar onze tijd. We beginnen bij Eupanoma. We kijken naar nu, maar ook naar de toekomst. En deze vraag is belangrijk. Welke gevolgen hebben jouw keuzes? Dit zijn de onderwerpen die we gaan behandelen. Centrale vraag, waar komt voedsel vandaan? En hoe komt het bij ons? Dan gaan we kijken naar voedsel in Nederland. Boodschappen doen en eten kopen. Nou, je denkt dat is heel normaal, maar dat is best wel veranderd in de loop der tijd. Gemaksvoedsel, de rolverdeling in huis ook veranderd. Productinformatie, keurmerken en voedsel van de toekomst. We beginnen bij voedsel in Nederland en boodschappen doen. Want dat is nogal veranderd. Vroeger kwam voedsel gewoon uit Nederland. Heel simpel. Het moest wel uit Nederland komen, want er waren vooral Nederlanders in Nederland. En als je voedsel wilde importeren, was het vaak al bedorven of was het heel erg moeilijk of heel prijzig. Dus het kwam gewoon hier van het land. Dus je ziet hier een aardappel, vlees gewoon van een plaatselijke koe en groenten ook gewoon van Nederlandse bodem. En dit is een voorbeeld van een oud recept, hè, wel bekend, stampot van appelen, oftewel hete bliksem. Voor lekker een groot gezin, hè? 8 personen. Dat zouden we nu niet meer denken, dat je een recept maakt voor 8 personen. Maar toen waren gezinnen wat groter. Maar dit was eigenlijk wat je at in de avond. En wat had je dan voor het ontbijt? Nou, denk aan het bekende spel boter, kaas en eieren. Nou, het komt een beetje uit die tijd, want dat aten ze vaak boter, kaas en eieren. En waar kwam dat vandaan? Nou, ook gewoon plaatselijk, hè, uit Nederland zelf. Maar je ziet dat eten heel erg is veranderd. Dit is tropisch fruit. Nou, dat kan nu geïmporteerd worden. Ook omdat het vervoer een stuk sneller is geworden, maar ook beter. Kan beter gekoeld worden op grote schepen of in vrachtwagens. Dus je kan het beter bewaren. Maar ons eetpatroon is ook veranderd door mensen uit andere landen. Eerst had je heel veel Indonesiërs die kwamen, Surinamers. Denk later ook aan Marokkanen, Turken. En nu zie je dat bijvoorbeeld ook Polen, Roemenen, Bulgaren erbij komen. En uit heel veel andere landen ook. Natuurlijk heel veel Europese landen. Daardoor is ons eten veel diverser geworden. Maar ook boodschappen doen is anders geworden. Dit is vroeger een supermarkt of speciaal zaakje. De eerste supermarkt is in Nederland geopend in 1954. En het grote verschil was eigenlijk ten opzichte van dit, is dat kon je zelf je boodschappen doen. Dus je hoeft niet meer naar de toonbank, maar je kon gewoon zelf je producten pakken en dan kon je het laten afrekenen. Tegenwoordig zelfs in sommige winkels hoef je helemaal niet met de mens te praten. Dan kun je gewoon zo'n machine pakken, scannen en dan kun je alweer doorlopen. In supermarkt is ook wel allesomvattend geworden. Vroeger kwam de melkboer dagelijks bij je langs om verse melk te geven. Want dat was dan vers. Maar tegenwoordig kun je melk kopen die lang houdbaar is. Dus is dat niet meer nodig. En toch is het juist wel weer grappig. Waar vroeger mensen aan huis kwamen, zie je dat nu ook weer terug. Want heel veel mensen laten ook de boodschappen thuis bezorgen. Dus dat bepaalde dingen juist weer terugkomen, soort van. Om even te laten zien hoe ons eten is veranderd. Het is een bekend schilderij van Vincent van Gogh, de aardappeleter. Je ziet dat het vroeger toch al een stuk meer armoede was. Of mensen hadden het ook al minder. Eten koken kostte gewoon heel veel tijd. Om het allemaal te bereiden. En tegenwoordig kun je makkelijker toch wel eten kopen, hè. Dit is bijvoorbeeld al voorgesneden, het is al in plastic, je kan het gewoon kopen, het kost helemaal geen tijd, je bakt het. Terwijl in deze tijd moest je de aardappelen schillen, je moest de groenten snijden, je moest ook op gas koken, wat heel erg lang duurde. En nu gaat het allemaal een stuk sneller, zelfs het stofzuigen is veranderd. Vroeger had je nog niet eens een stofzuiger, het kostte allemaal veel meer tijd. En dat heeft ook tot gevolg dat de rolverdeling is veranderd in Nederland. Waar vroeger de man vooral buiten huis moest werken. Nou, dit gaat wel om een boerengezin hoor. Een man moest echt op het land werken. Vaak de oude of de moeder die moest echt voor de kinderen zorgen. En ook voor het eten en de huishouden zorgen. Maar
we hebben toch meer tijd gekregen, ook meer vrije tijd. Aan de ene kant is ons leven een stuk drukker geworden, aan de andere kant hebben we veel meer vrije tijd. Is de rolverdeling ook enigszins veranderd. En als we kijken naar eten in deze tijd, we hadden het al over de supermarkt. Al het eten wat je daar koopt, is al voor je bewerkt. En dat klinkt gelijk heel erg eng en gevaarlijk. En er zijn heel wat mensen die er helemaal tegen zijn. Maar je moet ook op beseffen dat nog 100 jaar geleden mensen doodgingen aan, ook in Nederland, aan heel wat, er was een stuk minder aan eten, hè? Honger was er wel. Bewerkt eten zorgt er eens voor dat je eten best wel lang kan bewaren. Dus het is makkelijk in de supermarkt. Maar je hebt een koe, dat is natuurlijk gewoon natuurlijk. Nou, er komt melk uit, maar dat gaat naar de fabriek en er wordt eigenlijk weer een spelfoutje. Er wordt verder weer wat van gemaakt. We hebben bijvoorbeeld melk, kaas, boter, yoghurt. En er worden dingen aan toegevoegd. En dat is die bewerking in die fabriek. Hè, om producten langer houdbaar te maken, kun je bijvoorbeeld conserveringsmiddelen toevoegen. En dat betekent eigenlijk gewoon, het is langer houdbaar. Dus waar eerst dagelijks de melkboer kwam, kun je nu melk wekenlang bewaren als je hem niet opent uiteraard. Dus je kan het lang in de supermarkt bewaren. Nou, smaakstoffen worden toegevoegd om het lekkerder te maken. Het wordt daardoor heel vaak zout of zoet. En ook kleurstoffen, dan ziet het er mooier uit. Wat mensen ook steeds belangrijker vinden is bijvoorbeeld dierenwelzijn. Of dat chocolato, die chocoloni bijvoorbeeld, hè, dat mensen niet te veel worden uitgebuit. Dus je ziet dat ook dit soort kenmerken steeds weer terugkomen. Nou, waar vroeger mensen gewoon 3 keer op een dag aten, hè, ontbijt, lunch, avondmaaltijd, zie je dat mensen toch ook veel meer tussendoortjes nemen. Mensen besteden er heel veel geld aan uit, ikzelf inclusief hoor. Maar het is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar je ziet dat de maatschappij toch is veranderd, als het gaat om reclame. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, je ziet een bekende acteur, Mr. Bean, Rowan Atkinson. Die eet een Snicker en die gaat daarna weer normaal doen. Hè? Ja, op een hele slimme manier proberen ze dit aan te prijzen, maar eigenlijk heb je het helemaal niet nodig. Hetzelfde met de cola. Hè? Als je deze opent, dan open je blijheid. Ja, op een slimme manier probeer je het toch aan te prijzen van, hey, je hebt dit nodig. Als je deze cola drinkt, ben je blij. Nou, dat is voor nu. Dus we hebben vroeger en nu gehad. Nou, hoe gaat het allemaal in de toekomst? Want we leven nu met ongeveer 7,5 miljard mensen in 2020. Het zijn al heel veel mensen. Nou, we weten niet wat corona allemaal doet, hè? Maar de verwachting was altijd in 2050 zijn we met 9 miljard mensen. Nou, op zich is daar nog wel ruimte voor, maar het punt is ook vooral dat waar is vooral toch West-Europa, Amerika en zo rijk waren, zie je dat ook landen als Zuid-Amerika, of continent is dat, en landen als China, India worden ook steeds rijker. En mensen die rijker worden gaan ook steeds meer vlees eten. En dat punt wat vlees is, dieren hebben ook ruimte nodig en eten nodig. En daar is ook weer landbouwgrond voor nodig. En daar is dan weer geen ruimte voor. Hè? Ze zullen toch iets moeten verzinnen om met zoveel mensen om daar wat aan te doen. En je ziet ook mensen het welzijn van dieren steeds belangrijk vinden. En dat betekent dat dieren ook wel ruimte nodig hebben. Nou, initiatieven zijn bijvoorbeeld dat je in de stad zelf aan landbouw doet. Bijvoorbeeld je ziet hier op daken. Of we zouden meer insecten moeten eten. Maar je zou ook kunnen denken aan kweekvlees. Hoe het precies uit zal zien, dat weten we nog niet. Het is wel zo dat je zelf al een rol kan hebben. Denk bijvoorbeeld dat we misschien minder toch vlees zouden moeten eten. Ja, als we allemaal daar een stapje mee zouden kunnen doen. En misschien heb je later wel een beroep die hier zelf direct bij betrokken is. Maar dit zijn vraagstukken waar we nu nog mee zitten. Nou, als de laatste video van het hoofdstuk. Ik wens jullie nog heel veel succes. Later met het maken van de opdrachten, de toets, vragen, stel het altijd. Hè. En voor de rest heel veel succes.